Dan ga ik over naar de volgende partner. Wij noemen het expres geen sponsors. En dat is Bateau Bleu. En daar roep ik graag Christophe naar voren. Waar zit Christophe? Applausje voor Christophe. Goedendag. Christophe, we hebben elkaar een paar keer gezien. Jij draait al enkele edities mee, hè? Dat klopt. Ik denk Patrick heeft al aangehouden, denk ik, van in het begin. Dat is toch wel heel even. Patrick heeft het inderdaad al kort geschetst. Kan je ons nog even een beeld geven van die prachtige prijs? Wel, wat wij aanbieden zijn zeilcruises in de Seychelles. Met schipper, met kok, met alles erop en eraan, zal ik maar zeggen. Dus voor velen een unieke ervaring. We zijn 10 jaar bezig onder andere. En ik wil echt wel bewust dat we eigenlijk geen reisbureau of geen reisverkoper zijn. We bieden echt wel, denk ik wel, een unieke ervaring. Ik denk dat daar in dat pakket ook heel mooi meer zit. Kan je nog even specifiek de locaties opnoemen die gepasseerd worden? Well, dat is vrij uitgebreid. Hè. Dus, de Seychelles en de eilanden die liggen vrij dicht bij elkaar. Dat maakt dus dat je in 1 week tijd toch wel een 12-tal eilandjes moet. Jury, Patrick kunnen dat wel aan, denk ik. De afstanden zijn kort, er wordt niet zodanig veel verre afstand gezeild. Dus vooral genieten van de eilanden, snorkelen, vissen, aan land gaan, barbecue aan land, feestjes uiteraard. En allemaal op het tempo dat jij wilt, want er zijn geen vaste uren van vertrek, van ontbijt, van middagmaal. Het is echt privé en op maat, hè, met die schipper en die kok, zelf het programma. Elke dag wordt het programma besproken. De ene moet dit doen, de ander dat. Dus dat wordt overlegd samen met de schipper, uiteraard voor de rekening met wind en zo. Maar ja, dat is het een beetje. Klinkt heel aanlokkelijk. Jij gaat ook mee uitkijken naar de nieuwe ambassadrice. Ook aan jou de klassieke vraag: waar ga jij dan op letten? De winnares aan de dame die jou mee zal vergezellen? Wel, wij spelen eigenlijk al een heel tijdje met het idee om ook iets binnen de wellness aan te bieden aan boord van het jacht. Dus dat kan iets met yoga zijn, kan iets met wellness zijn, massage en zo. Dus ik denk dat ik daar ga op letten. Dit jaar. Oké, ik ben heel benieuwd. Dankjewel, Christophe.